Olympisch zwemkampioen Maarten van der Weijden die haalt zijn inspiratie uit troebel water in de Kralingse Plas van Rotterdam. Maakt hij zijn hoofd leeg. En constateert dat een radicale draai in de carrière nodig is. Zijn loopbaan bij Unilever moet wijken voor een onzeker bestaan. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Ja, als ik zo kijk, mijn leven, Unilever, hard werken, 60 uur in de week. Financieel verantwoordelijk voor Unilever, voor alle Albert Heijn producten, enorm gaaf. Het leven is als een intercity, als een trein die voorbij raast. En als er dan s'avonds nog een paar minuten over is, ja, dan zie ik mijn dochter Filijn. Om dan toch te ontsnappen aan die race des levens, ga ik sporten en plan ik gewoon een paar uur vrij en ga ik dan zwemmen. Als je in het open water zwemt, en dan zwem ik af en toe in de Kralingse Plas, en als je daar zwemt, dan zie je eigenlijk niks. En als je hoofd in het water hebt, dan is het zwart. En je kijkt af en toe links van je, je kijkt af en toe rechts van je. Je ziet een plas water en af en toe een zeilbootje en af en toe een paar bomen. En dan is mijn gedachte vrij en ik denk alleen maar aan mijn linkerarm en mijn rechterarm en mijn linkerarm en mijn rechterarm. En er ontstaat rust. En die rust gebruik ik om na te denken over mezelf, waar ik heen wil en na te denken over het leven. Die steen van mijn leven, waar ik nu ben, is 5 jaar naar voren gooi. Ik ben bij Unilever gestopt en alle dingen die ik daarnaast deed, mijn bedrijfspresentaties, mijn vrijwilligerswerk voor KWF Kankerbestrijding, Filijnen, mijn dochter, doe ik dan veel meer. Ik heb er alles aan gedaan om daar het maximale uit te halen. Ik geef nog steeds wekelijks presentaties aan ondernemers, aan het bedrijfsleven over doelen stellen, over je doelen halen, over weten wie je zelf bent. Ja, dat is misschien toch een veel mooier leven. Daar ga ik voor.